Ja. We gaan weer eens wat mensen lastigvallen met de tv-serie Baantje. Hoe lang kun je iemand in gesprek houden door gewoon maar af en toe eens een keer een fragment te laten horen van Baantje? Vrij lang, als het tenminste de buurvrouw van meneer of mevrouw Bloem is. Met Marga Kolkman. Ik wil regisseur De Kok. Hallo. We willen u graag een paar vragen stellen. Wij doen een onderzoek in verband met mevrouw Bloem. Kent u die? Mevrouw Bloem? Dat is mijn buurvrouw. Ja. Wat is daarmee? U had klachten over mevrouw Bloem. Hebben wij een klacht over mevrouw Bloem? Ja. Wij? Ja. Nee hoor. Oh, ik denk dat hij de verkeerde heeft gebeld. Want wij hebben echt geen klacht over de familie Bloem. Ik zal mijn man even vragen, maar ik zou het echt niet weten. Ja. Han? En met wie spreek ik? Ik wil regisseur De Kok. Met wie? De Kok. De Kok? Ja. Ik ben De Kok in mijn klacht over mevrouw Bloem ingediend. Ja, ik ben niet verstaan. Sorry. Met Han Kolkman, goedemorgen. Ik wil regisseur De Kok. Wij doen een onderzoek in verband met mevrouw Bloem. Kent u die? Kun u alsjeblieft van de hands-free afgaan? Want ik kan uw antwoord verstaan. Ja. Dus gewoon even met de telefoon aannemen, alsjeblieft. Wij doen een onderzoek in verband met mevrouw Bloem. Kent u die? Als u nou eventjes, vroeg ik net, van de hands-free af wil gaan. Ik kan u bijna niet verstaan. Gewoon de telefoon even gewoon met de hand aannemen, alsjeblieft. Ik kan u bijna niet verstaan. Ik kan het even niet volgen. Meneer, ik begrijp dat u op de een of andere manier niet wilt reageren. Zou u alstublieft de telefoon gewoon in de hand willen nemen? U belt nu hands-free. Nee. Ik kan bijna niet verstaan. Spijt me, maar ik kan niks voor u doen. Nou, kan u doen wat ik vraag of kan dat niet? Ja. Nou, doe dat dan alstublieft. Ja. Met wie spreek ik? Ik wil regisseur De Kok. Nou, ik geloof niet dat dit een realistisch telefoontje is. Wij doen een onderzoek in verband met mevrouw Bloem. Wie? U had klachten over mevrouw Bloem. Ik? Ja. Nou, ik geloof dat dit geen zin heeft. Een of andere rare vent en die klacht over mevrouw. Mevrouw Bloem. Mevrouw Bloem. Mevrouw Bloem. Wie is dat? Nou, ik heb geen klachten over wie dan ook. Dus ik denk dat u een verkeerd nummer heeft gedraaid. Zullen we het daar maar op houden? Dat lijkt me ook beter, ja. Nou, ik begrijp je helemaal niet van. Ik weet niet wat die man wil. Snap jij het? Sorry meneer, ik kan u niet goed verstaan. Ik weet niet waar u het over heeft. Ik begrijp hier helemaal niks van. Ik denk dat u een verkeerd nummer heeft gedraaid. Ik geloof dat ik dit gesprek maar beëindig. Ik heb het gevoel dat u iets verzwijgt. Helaas vertelt het er niet meer in. Zonde, zonde, zonde.